Er is dus iemand neergeschoten, mogelijk gewoon echt een liquidatie geweest. We hebben collega's erbij gevraagd voor een beter privé. Hallo mensen, leuk dat u kijkt naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 LSPD van Amor. En vandaag ga ik die ging goed. Op pad met Wim. Normaal gaat hij goed trouwens. Hè? Normaal kan ik die intro wel soepeltjes spreken. Maar nu ging die wat minder goed. Maar we laten hem er gewoon lekker in zitten. Want ja, ik heb geen zin om opnieuw te beginnen. Op pad met Wim, met de Camar, met een fictieve motor. Ik zeg het alvast fictief. Dat betekent dat die in het echt niet bestaat. Ik zie de comments al komen. Hij bestaat toch helemaal niet? Waarom rij je dat dan mee? Nee, dat klopt inderdaad. Ik heb ook geen idee wat voor motor het is. Maar hij is van de Camar. Want ja, het staat erop. Hè? Koninklijke Camar Chassé. Dus dat zal het wel zo zijn. Dit is blauw, je ziet het niet heel goed. Maar goed, goed genoeg en hopelijk met sirene om mensen aan de kant te laten gaan voor ons. Stop is dit en ik geloof het volgen. Dit is. En dan kunnen we hem achteruit. Dan moeten we even nu inspannen. Nee, we gaan niet naar die melding van dat. Nu kunnen we wel weer. Hey, en ik heb mijn controller. Xbox One controller heb ik geïnstalleerd. Of geïnstalleerd, gewoon gekocht. En die gebruik ik nu. Hopelijk gaat dat goed. Ik weet het eigenlijk niet. Ik krijg de eerste melding. En jullie hebben misschien niet gezien, maar ik wel. Namelijk een jonge dame die hier staat te plassen. Hallo. Ik hoef het niet te zien. Ik weet niet wat ik ben doen, maar dit is niet de bedoeling. Wim zegt, waar the fuck are you pissing at this place? Dat is taalgebruik, Wim. Mevrouw zegt, ik heb er niet al thuis staan blijven. Oh, ze heeft de volging. OPS moet ik zeggen. Ik weet niet wat Wim dan doet, maar hij doet graag. Stoppen. Stoppen. Kom op, ik ben met de motor, mevrouw. Lekker man. Hey, luister eens. Staan blijven. Staan blijven. Kom op. Dit is geweld, maar ik gebruik het. Oh, ik heb meerdere wapens. Stoppen nu. Kom op. Ik heb een taser en ik gebruik hem. Ik heb geen zin om namelijk te rennen. Je hoort het leren pakje van hem, die leren schoenen of wat hij ook aan heeft. Hoor je gewoon. Hoi. Hey, lekker man, je bent onbevallend zie ik. Met de Hyundai met de normale kleur. Dus... mijn collega mag je even lekker gaan fouilleren. Daar heb ik geen zin in namelijk. Gaat hij dat ook doen? Nou, in ieder geval. Hey, u bent aangehouden. Hij is aan het fouilleren denk ik. Oh, cocaïne had ze bij. Een vliegtuig tikken, dus ze was misschien op pad. En nog wat. Maar ze gaan in ieder geval mee naar het bureau. En misschien zelfs met deze beste heer. Ja, kijk eens aan. Dat vind ik eigenlijk wel top aan deze mod, want het gaat toch... Dat was mijn motor denk ik. Die stond hier ergens. Oh, nee. Het gaat namelijk... Even normaal doen, hè. Even rustig aan. Het gaat namelijk best ver. Of ja, je vraagt een transporteenheid en hij koppelt dan toch automatisch de eenheid die er al is. Dus je hoeft niet een tweede eenheid te laten komen. Dus dat is wel fijn dat hij dat doet. Maar genoeg. We have a suspicious person in Los Santos International Airport. Oranje blijft aanstaan. Voorknippert hij wel. Krijg je nou een melding van een naakt persoon bij de metro hier beneden. En ik heb dat laatst ook al een keer gedaan. Toen was ik geloof ik ook hier. En toen zei ik al, je kunt gewoon met zo'n motor de trap af. Dus dat doen we ook gewoon. Het is echt beneden zo te zien.
Nou, nu gaan we natuurlijk niet hier de trap af. Nu gaan we even met de voetjes. En dit kan sneller dan netjes die trap aflopen. Dus dat gaan we even zo doen. En daar staat mijn vrouw. Nou nou, dat is een belediging. Dezezelfde situatie hadden we op dezezelfde plek al een keer eerder. En wij kunnen haar niet veel maken. Ze heeft kleding aan. Ik weet niet. Ik ken oprecht de wetgeving omtrent dit niet. Want zij heeft dus gewoon een bikini aan. Het is niet mooi, maar het mag. Wat is dit? Oh, dit is vet. Je kunt dus iemand... Ik ga het gewoon eens proberen. Je mag eens dat gaan doen. Controles laten doen. Om te kijken of iemand dronken is of niet. Dus dan moet ze rechtdoor lopen. En draaien. Is goed dus. En we terugkomen. Dus stel iemand wankelt. Oh, dat is vet. Ik wist helemaal niet dat dat kon. Dat stond er toch niet heel lang in. Oké. Okay. Goed, helemaal goed, goed gekeurd. Hé, hey, mevrouw, even het het volgende. We krijgen toch een melding van een mogelijk naakt persoon. Misschien dat cameratoezicht dat dacht. Ik ga je dan ook vragen dit gebied te verlaten. Puur omdat de overlast is, het ziet er een beetje raar uit. Ik weet niet waar naartoe moet, maar ga zo snel mogelijk naar uw locatie. Nogmaals, ik kan er verder niks maken, dus denk ik. Toch? Ze heeft een bikini aan, dat mag. Laat het even in de comments weten oprecht, ik weet het niet. Wat hier nou een wetgeving voor is. En dan AUB wel gewoon legit redenen en niet allemaal dingen dat je het ook niet weet. Want daar heb ik dan nog niks aan. Maar ik vraag me dat oprecht af, kun je nou zo iemand iets maken en daarmee bedoel ik een bekeuring geven of niet? Citizens reporting a civilian shot in Davis. Gaan even respond code 3. Ja, we hebben kogelwerend aangetrokken, maar dat is politie, maar we hebben in ieder geval wel kogelwerend. Wij gaan naar een melding die een beetje in ons gebied is, eigenlijk niet, maar er is dus iemand neergeschoten, mogelijk gewoon echt in liquidatie geweest. En we gaan even mee helpen zoeken, mogelijk samen met de politie. Voordeel van een motor, je kunt hier lekker door het midden scheuren en niet frontaal op iemand klappen. Dit wordt een beetje krap, maar het kan gewoon. Ja, ga even binnen hoor. Nou, ik had toch anders beter kunnen rijden. Dan gaan we hier wel gewoon. We laten sirenes even uit, omdat we mogelijk toch nog een heterdaad kunnen krijgen. Onze taak is geloof ik eerst het slachtoffer zoeken. En mogelijk ook nog dan daarna de dader. Hier is, nee, dat is niet de dader. Mogelijk ook wel. Oké. Okay. Mijn collega staat daar iemand aan de kant te zetten, daar zo. Misschien is dat wel al een verdachte. Maar dus hier zoeken naar het slachtoffer. Als hij er is, hè, het kan ook zijn dat er een nepmelding is. Of we zijn er net finaal langs gereden, dat kan ook.
Als ik de yellow circle moet geloven, zou het ergens hier moeten zijn. We gaan te voet even zoeken. Hij haalt toch mijn wielwapen er even bij. Even goed aan het zoeken. Oh. Oh hier. Oh shit. Hallo. Meneer. Oh, u bent getuige. Hallo meneer. Bent u de melder? Ja meneer, ik ben zo bang. Zeg maar alsjeblieft wat is gebeurd. Ja, ik kwam net terug van de winkel en ik zag een mevrouw gewoon mijn buurman neerschieten. Heb je iets gezien bij die schutter? Ze reed weg in een zwarte auto, nummerplaat 49 UOG 375. Collega's rijden hier ook al rond. Oké, we gaan zeker even uitkijken naar naar deze dader. Bedankt voor de melding in ieder geval. Hij zeker wel graag met spoed in ambulance ter plaatse. Voor een slachtoffer van een schietpartij. We hebben ook een adres gekregen van mogelijke dader. Waar wij eventueel terecht kunnen. Hij gaat ergens anders zijn. Nou, misschien kunnen zij dit lichaam hier op dit moment nu niet identificeren als slachtoffer. Daarmee bedoel ik als dode. Dus hè, officieel is de ambulance ter plaatse. Ik blijf hier normaal gesproken ook bij, want hè, het is een PD en alles. Maar nu gaan wij toch even die dader zoeken. Op basis van... stuurde niet lekker. Op basis van het kentekenplaat heeft het OC ons, of OPS moet ik zeggen, ik zeg steeds OC, maar dat ga ik nog vaker fout doen, vergeef mij, heeft OPS ons een adres gegeven waar hopelijk die dader is. Dat willen we vangen. Oké, okay, mevrouw, ik wil uw handen zien waar ik ze kan zien. Of ja, ik moet eigenlijk zeggen, ik wil dat u uw handen houdt waar ik ze kan zien. Reanimatie is niet geslaagd, slachtoffers officieel overleden. Goedendag, bent u de eigenaar van die zwarte auto? Ik zie hem niet. Oh, oké. Okay. Ze zegt, ja dat klopt, maar ik heb hem nu maar gezien sinds gisteravond. Dat klopt, ik moet zien die auto hier niet staan. Is hij dan gestolen? Nee, ik denk dat mijn zus hem heeft gepakt zonder mijn toestemming. Waarom? Nou, wij hebben net een moord gezien en uw voertuig is daar weg. Of een moordmelding, een melding van de moord gehad en uw voertuig is daar weggereden. Oh, dat is jammer zeg. Nou, ik wou dat ik je kon helpen. Nou, dat kun je op zich wel. Even... Target vehicle license plate. 4, 9, uniform, Oscar. Dat voertuig rijden ze inmiddels daar. Ja, nu is het echt een race tegen de klok. Of eerder een race tegen het slachtoffer. Of verdachte moet ik zeggen, niet slachtoffer. Het slachtoffer is dus helaas overleden. We hebben daadwerkelijk dus te maken met doodslag, moord. En liquidatie dus ook, want het is gewoon zo geschoten. We gaan even weer blauw erop gooien.
even heel hard rijden. Laatste locatie van het voertuig is hier. Elk zwart voertuig wat wij treffen. Gaan we nu even controleren. Oh, hij is ons langs gereden, denk ik. Oh, hij gaat snel. Oh, op de snelweg. Denk ik. Ja. Hoe kom ik daar? Via hier en dan zo en dan zo en dan zo. Let op. Oh, een paal. Oh nee, hè? Oh jawel, toch wel. Oké, nu moet ik even gaan kijken. Dan ga ik hier rechtdoor. Ik ben even tegen mezelf aan het praten hoe ik daar bij die verdachte gekomen. Die rijdt dus op de snelweg. En ja, dan kun je snelheid maken als je daarop rijdt. We gaan hier links op. Ja, ik heb het al eens eerder gezegd. Zeg het nu weer. Die motoren, daar kun je hier absurd hard mee rijden. In GTA. En je kunt daar een bocht mee maken. Ik kan gewoon naar links, naar rechts. Hoe hard ik wil, maar dan uit hoe hard ik rij. Eigenlijk zwaar onrealistisch, maar het kan dus wel. Nou, het is mogelijk hier eraf gegaan. We gaan het daarop gokken. En dan zouden we dus hier naar links moeten zijn gegaan. Nee, toch niet. Hij is weer. Hij is toch doorgereden. Dan kunnen wij gelukkig hier de snelweg naar op. Mag toch hopen dat er dus OPS, en misschien nog C, toch inmiddels heel veel voertuigen mee heeft aangestuurd bij dit incident. Zodat wij met z'n allen zitten uit te kijken naar dit voertuig. Rijdt hij nou hier ergens? Het is deze hier, het is deze hier. Die gaat niet aan. Iedereen gaat voor mij aan de kant, behalve deze. We hebben collega's erbij gevraagd voor een BTGV. OPS bij deze BTGV gaan we zo meteen starten indien collega's bij mij ter plaatse zijn. Ik hoor ze achter mij naderen. Ze staan inmiddels naast mij, het betreft Daisy. Onopvallend. Ja, hey. Ik zou niet meer uitstappen. Handen omhoog. Achteruit lopen, heel goed man. Hey. Schoten gelost, schoten gelost. Ja, bij elke verdachte weging wordt er geschoten bij een BTGV. Laat dat even niemand verder in het voertuig staan blijven. Het gaat helemaal fout, het heeft best veel schotwonden. Stoppen, vuurlijnen. Zo! Ja, nu is die dood. Ja, zie je, die had een vuurwapen bij en niet zo'n kleintje ook. Hi dude, it's showtime. Oké, eenmaal dood. Goed. Het was lang rijden, maar zo heb je ook een redelijk lange video. En nu was er het een en ander gebeurd in deze video, maar weinig met de Camaro. Nu ga ik het goed maken door binnenkort zeker nog een keer anders de motor te pakken.
deze. En dan maken we binnenkort nog een videootje van motor met Camar. Voor nu ga ik er vandoor. Het is laat in de avond. Ik ga nog even lekker tv kijken. En denk dat de video lang genoeg is. Dus ik zeg bedankt voor het kijken. Vond je een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. En tot de volgende. Doei.